yes. Yes, jullie favoriete Dio is er weer. Daar zit hij. Morgen later. Mijn naam is Ben Kremers en welkom bij Klasse de Podcast. Ja, en we hebben onze gast, maar hij is er weer. Yes, yes. Ja, onze vaste tafelgast wil ik hem gewoon noemen. Dennis Illich. Ja. Dankjewel. Lekker dat je er weer bent, vriend. Ja, super. Heerlijk, man. Gezellig. Gaat goed? Ja, heel goed. Heel ja? Goed. Ja, zeker weten. Goed op te horen. Morgen, met jou alles oké? Okay? Ja, mijn best was mijn onderweg. Hoe komt dat? Deadlifting. Oh ja. Ja. Het zegt het allemaal. Ja. Ja, simpel. Gaan we zo beginnen. Ja, echt, Nee, flauw. Hey, Dan, je was aflevering 1 geweest. Ja. We hebben teruggekeken op het seizoen 1, zeg maar. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook nog even de aflevering van Peter Ottens gehad. Ja. We hebben This or That gespeeld. We hebben het nog over een stelling gehad. En ondertussen zijn we bij aflevering 6. Het is weer dope dat je er bent. Thanks, man. En ik wil het eigenlijk ook over stellingen hebben, als jullie dat goed vinden. Ja, altijd leuk. Ja. Altijd goed, denk ik, hè? Ja. Ik heb een mooie stelling voor jullie. De maatschappij die verandert. En de stelling is als volgt. De school moet altijd mee bewegen met de maatschappij. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Moet de school mee bewegen met de maatschappij? Ik denk dat er ook weer verschillende lagen in zitten, maar... Zeker. De grote lijn, denk ik het wel. Ja. Ja, kan je er iets meer over vertellen? Of wil je er iets meer over vertellen? We zitten nu bijvoorbeeld met die verandering na corona. Weet je wel, er is gewoon veel gebeurd in die 2 jaar. Ja. Het is niet altijd leuk om het erover te hebben, maar het is er wel. En als we nu zouden doen alsof het allemaal niet gebeurd is... En je loopt nu met leerachterstanden, met sociale achterstanden, met allerlei grotere vormen, kleinere vormen zijn er natuurlijk van. Als je dat nu helemaal zou ontkennen, dan zou je helemaal gek worden, denk ik, af en toe voor de klas. Want, wat is het? Dit hebben jullie toch in jaar 1 al geleerd, blablabla. Weet je, ik weet niet of je dat herkent. Ja, zeker. Ja. 100. Dus zeer zeker moet je daar in zo'n geval natuurlijk mee bewegen. Ja? Ja, dat vind ik wel. Mooi. Ja, eens. Ook eens? Ja. Ja? En waarom? verschillende redenen toch. En, even moeilijk om dat nu in één keer uit te leggen. Ik denk dan gewoon dat je altijd dat de school gewoon moet meebewegen. Ja. Altijd. Ik vind het ook, want als je dan de vergelijking maakt van hoe vroeger op school was, hoe het bij ons op school was en hoe het nu is. Dus constant een verandering. De maatschappij verandert gewoon. Wordt die ook harder, de maatschappij? Ja, ik denk, we gaan misschien als oudere mannen klinken weer. Ja, nee, wel. Ik... En daar wil ik altijd een beetje voor waken, had ik het vorige keer ook mm-hmm. kort over. Er zit ook een golfbeweging in, volgens mij. Mm-hmm. Ja, ja. Nu zitten we, toch ook wel de drillcultuur, alle taferelen die daarbij worden gehoord. Ja. Als je nou weer kijkt naar afgelopen einde van het jaar, december... Dat allemaal wel niet gebeurd is qua zo. Gekkigheid. Ja, dat is echt crazy. Young boys van 16, 17 die elkaar doodschieten. Ja. Maar ook, dan verhardt het dan toch? Ja, op dat gebied dan, ik kan zo zeggen. Maar als je dan weer gaat kijken in het jaar 2000, was dit misschien ook wel weer aan de gang. Ja, en ook toen wij opgroeiden in de jaren 90. Precies. Ik ben heel vaak om heel snel te zeggen, de samenleving verhardt. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat het net zo erg was toen ik opgroeide. In Rotterdam in een Hoogvliet. Althans, ik weet niet hoe jullie hoor, maar ik heb deze dingen ook al gehoord en gezien. Maar het is zichtbaarder nu. Ja, nu door social media is het zichtbaarder en dat we er sneller op springen. Wat ik wel denk is dat de samenleving diverser wordt. Ja. En dat daarin, ik denk niet dat er nu ook problemen ontstaan, maar ik denk wel dat we als samenleving wel mogen inzien van, doordat het diverser is, dat we ook bepaalde problematiek ook moeten onderzien. Ja. En dat we daar betere antwoorden op moeten hebben. We zitten niet meer in de typische Nederlandse samenleving. Nee, dus de school moet dus ook veranderen. Ja. Die moet daarin mee. Ja, zeker. Ja. Maar behalve de school, ik denk dat het heel de samenleving is. Ik denk dat er in de afgelopen tijd dat de samenleving heel erg is gaan polariseren. En als we het minder heftig willen maken, dat er een shift is ontstaan. Dus de mensen die zich heel erg vasthouden aan het traditionele
Nederland, met alle dingen erbij, bedenk alle maatschappelijke discussies die zijn geweest in de afgelopen jaren. Ja. En hoe noem je dat? En een aantal mensen die vinden dus dat Nederlands verandert en dat we daarin ook mee mogen veranderen. En ik denk dat we daarin elkaar moeten vinden en het inderdaad moeten inzien van Nederland wordt diverser. Je hebt heel veel nieuwe Nederlanders. De dominante cultuur is belangrijk om dat na te streven. Maar je mag het echt wel een soort van extra inkleuren. Omdat je ziet dat Nederland niet meer Nederland is van de jaren 60, 70, 80. Nee. Weet je, we hebben nu de Nederlandse Moos. En de Nederlandse Fabians. En de Nederlandse Lisovic. Weet je toch? En dat komt nu allemaal in één. Ja, maar je lacht niet. Lisovic. Ja, maar het is wel. Lisovic. Weet toch, maar hoe noem je dat? Alles komt nu bij elkaar. En dat moeten we een soort van herprogrammeren, denk ik. Precies. Denk ik. En hoe zien wij dat terug op school? Wat, om een voorbeeld te geven, in de coronatijd, na de coronatijd, ik vond het gedrag van sommige leerlingen anders. Ja. Veranderd. Daar zag ik heel veel in. Hoor. Was dat voor jullie ook? Ja, zeker. Ja, je zag thuissituaties. Ik zeg altijd zo, kind is toch wel een spiegel van thuissituatie. Ja. En tijdens corona is dat toch nog duidelijker geworden. Dat, bij sommige gezinnen is het hartstikke warm. De leerlingen werden ook gestimuleerd om thuis hun werk te doen. Ja. Papa en mama hadden het ook druk, maar zaten er toch achteraan. En aan de andere kant heb je ook het tegenovergestelde. Mm-hmm. En dat werd wel nog duidelijker in die periode. Ja, want je noemt ook gezinnen, maar onze samenleving bestaat nu ook heel veel uit één ouder gezinnen. Ja. En gescheiden gezinnen. En dat, ik denk dat de kinderen daar ook, ik denk dat daar ook struikelblokken waren. Ja, en dat we het misschien ook wel onderschat hebben, want sommigen hebben 5 of 6 broertjes of zusjes en die hadden bijvoorbeeld maar 1 laptop in het gezin. Precies. En dan gaan wij lopen, ja, je was niet online in de les, hoe komt dat nou? Uh-huh. Ja, sorry meneer, maar ik heb maar 1 laptop, ja. Dus dat is ook situaties wat ik persoonlijk zelf een beetje had onderschat. En dan ga je, fijn dat je dat nu aangeeft. Juist. En dan gaan we dan kijken of je een laptop van school kan gaan lenen. Dat soort ja. En dat is dan denk ik toch het diverse waar ik over had, toch? Ja. Gewoon heel veel nieuwe Nederlanders. Mensen zijn nog niet totaal volledig machtig. Zitten in een overlevingsstand. Dat en vooral, hè? Snap je? Heel veel gezinnen, en dat wordt onderschat in Nederland. Ja. Heel veel mensen in gezinnen en hele families in een overlevingsstand. Ja, dat. Ja, snap je. Maar dat hebben we met Karim ook over gehad, hè? Over die aflevering van dat er zoveel mensen in armoede leven, die inderdaad de taal niet machtig zijn, die een achterstand hebben. Ja. Ja, dat is echt wel heftig. Dat onderschatten we enorm. Ja. 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 En dat is ook, ik ben er zelf soms ook schuldig aan, hè? Want als ik ze zie lopen op school, denk je, ja, het gaat toch goed met je. Je hebt ook weer nieuwe schoenen gekregen, dit, dat, zo, zo. Je staat vrolijkheid uit, of volgens mij ben je wel tevreden, maar intussen speel je er achter de voordeur dus zoveel. Ja. Dus we kunnen zeggen dat wij het wel eens zijn met de stelling dat de school daar iets mee moet in de maatschappij, zeg maar. Ja. Dan heb ik weer een nieuwe stelling. Elke leerling moet digitaal vaardig zijn. Ja. Nee. Ik zijn het niet eens. vertel, wie wil er als eerst? Den, jij mag als eerst. Jij zegt nee. Nee. Ik, digitaal vaardig, gewoon echt wel de basisdingen. Je moet wel weten hoe je appje moet sturen of een mailtje, maar voor de rest, je hoeft van mij niet. Er zijn genoeg beroepen, naar mijn mening, waarbij je geen Excel-sheet hoeft te gebruiken of een PowerPoint hoeft te maken of ik het wat. En, ik zie steeds meer leerlingen of jongeren juist hun eigen beroep creëren. En, hoe bedoel je dat? Nou ja, kijk maar naar de influencers, kijk maar naar eigen bedrijfjes die uit de grond poppen. Veel jonge gasten die niet per se... ik ben opgevoed, ga naar school, weet je, dan kan je een goede baan vinden. Nou, dat is het hele, de hele route geweest. Ja, zo is het. Maar dat is niet meer? Nee. Ik denk dat je veel meer kansen kan grijpen nu op dit moment. Is wel heel handig als je daarbij ook nog eens digitaal vaardig bent. Maar als jij nu een goede loodgieter bent, dan heb je geen klachten hoor, qua inkomen of dit en dat. Maar een loodgieter moet toch ook... digitaal een beetje vaardig zijn, toch?
Ja. Want die krijgt zijn bonnen bijvoorbeeld binnen, mijn schoonvader bijvoorbeeld, die krijgt zijn bonnen binnen allemaal op zijn tablet. Ja. En die moet alles verwerken en doen en op de computer. En, dus ja, in die vorm wel. Misschien dan zei ik erbij van, ja, weet je, de basis wel. Ja, ik heb het over de basis. Ja, oké, ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar ja, je ziet ook heel veel, die zitten nu zo ver dat ik er soms niks van snap. Daar ben jij wel mee bezig. En dat hoeft voor mij niet in elk beroep zo te zijn, voor het toekomstbeeld. Nee, eens. Maar jij zei heel overtuigend, ja. Basis. De basis. De basis. En wat is voor jou de basis? Mailtje kunnen sturen. Noem je dat als je ondernemer bent, dat je inderdaad je, vanuit je Excel, in je Excel sheet je balansen kan opmaken. Ik bedoel gewoon de basisdingen die belangrijk zijn in onze samenleving waar we niet meer omheen kunnen. Als je dat niet kan, dan hang je wel een beetje. Ja, nou, dat vooral omdat alles steeds meer digitaal wordt. Daarom zeg ik ook ja, want ja, vroeger had je nog een Accept Giro, kennen jullie die nog? Die moest je op de post doen en nu gaat alles via je telefoon, daar is die weer, via de computer, laptop, noem maar op. Dus dat is ook voor opa en oma's en de mensen die ouder worden, wordt het... Ja, het wordt steeds meer digitaal, dus je ontkomt er ook gewoon eigenlijk bijna niet meer aan. Klopt. Dus, De laatste tijd veel, ik weet niet, je ouders bellen, ja, hoe zit het nou met dit, hoe zit het nou met dat? Kan je even naar mijn laptop kijken? Ja, echt, dat gebeurt ook veel. Nou, mijn ouders zijn wel, die zijn wel vlot met een telefoon, echt grappig om te zien. Ja? Nou, bij mij moet ik ook wel zeggen, vooral mijn moeder is wel vaardig en mijn vader die hoppelt daar een beetje achter. Ja, ik denk dat het meestal zo is, dat de moeders het wel weten. Maar. We zijn het allemaal wederom met elkaar eens. Nou, volgende. Mm-hmm. Leraren mogen met leerlingen communiceren via sociale media. Dus bijvoorbeeld Facebook, Twitter, WhatsApp, Insta, Snap. Ja, ik heb een WhatsApp-groep met mijn klas, dus ik kan niet... jij bent het eens. Ik zie Marvin een beetje vertwijfelend kijken. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Ja, het is weet het niet. Ja, ik weet het echt niet. Het is wel een goede stelling dit. Het is een hele goede stelling. Ik weet het niet. Kijk, het liefst heb ik ook een WhatsApp groep. En dan ben ik sneller met bepaalde dingen delen. Maar we hebben ook Teams. Op Teams zijn we toch nog op een bepaald kanaal. Wat best wel open is en vrij. Weet je. Dus aan de ene kant zeg ik ja. Aan de andere kant zeg ik nee. Maar er zijn ook leerlingen die mij op social media volgen. Maar ik volg niet terug. Weet je toch? Mm-hmm. Ik ben heel bewust wat ik post op social media. Ja. Heel bewust ben ik daarvan. Ik geef zelden mijn mening bijvoorbeeld op social media over iets. Ik ben keihard tegen racisme. Ja. Ik post daar nooit iets over. Ik ga nooit. Weet toch? En laat staan, als een kind mij een bericht stuurt via een DM stuurt via Instagram, reageer ik er nooit op. Maar je. Je bent tegen racisme, nou wij zijn allemaal hier tegen racisme. Ja. Maar waarom post je daar dan niks over? Omdat leerlingen dan jou volgen? Ook, maar omdat ik ook ga poten. Mm-hmm. Je weet dat van mij, ik kan behoorlijk poten en met de vinger wijzen. Ja. Ik weet niet of dat handig is voor een docent. Dat is een vraag, hè? Ja, ik stel het mezelf ook. Ik weet niet of dat handig is voor een docent. Ja, maar dan komt er een stukje persoonlijke... Ik denk dat dat ook een lijn is, weet je wel. Je bent professional. Ja. We doen heel veel met onze eigen persoonlijkheid in ons beroep. Ja. Maar dat doe je ook, denk ik, wel bewust. De positieve kant eruit proberen te halen. Maar als jij jezelf bent en je eigen meningen geeft, weet je wel. Dus niet altijd handig. Nee, dat. Nee. Dat. Dat is ook zo. Maar om te communiceren, om de hoogte te blijven van, morgen valt een uurtje uit, of of laat je juist maar thuis. Of, want jij hebt, Dan, jij hebt wel een WhatsApp-groep met je klas. Waarom heb jij een WhatsApp-groep met je klas? Want dan hebben ze wel jouw nummer. Ja, ik ben een drama qua planning, qua administratieve werkzaamheden. Ik ben echt een nerd wat dat betreft. Ik leef met de dag meer en ik ben heel blij dat ik in mijn vakgroep mensen heb die wel van PTA schrijven houden. ik word er helemaal kriegelig van. Het gaat wel steeds beter hoor, maar op het laatste moment nog even wat informatie met ze delen is wel heel handig. Ja. En, wel onder bepaalde afspraken hoor. Van, soms kijk op mijn telefoon 350 berichten. Hey, ik wil er even gas terug jongens, hier is het goed niet voor. Ja. Maar ik zie ook dat het toch wel een sociale
Mijn klas, ik heb één gekke klas, maar het is wel de gezelligste klas van heel de school, vind ik, weet je wel. En er is ook een cohesie onderling, ook mede door die appgroep, weet je wel. Die ene, staat altijd iemand op, ik heb Boutena, een heel lieve meid bij mij in de klas, zij is eigenlijk een moedertje een beetje van de klas. Ja, dat staat daar, dat hebben we daar gekregen, dan maak nog even een fotootje van de aantekeningen, of gaan we wat organiseren, weet je wel. Zo iemand heb je ook nodig, en als die dat gelijk in de groep kan delen, en ik kan haar daar een beetje backup in geven. Dan ontstaan er gewoon heel veel mooie dingen ook, weet je wel. Een mooie proces. Zit er ook voordelen en zit er ook nadelen aan? Is het wel eens bijvoorbeeld aan iemand anders gegeven? Of, weet je dat ik daar nooit bang voor ben geweest? Nee? Ik heb wel collega's die zeggen, nou, ik ga me niet meer geven, dit en dat. Maar ik ben ook een boy, als privébel neemt niet op. Weet je. Nee. Ik heb helemaal geen zin in Ziggo. Vandaar dat je het kan bereiken. Nee, als je me privé belt, inderdaad. Nee, maar dat, ik heb dat ook nooit gehad, weet je. Ik heb ook de heigen om de telefoon gehad. Nou, dat is toch mooi, want ik volg je natuurlijk ook op Instagram. En ik zie ook wel dat jij met je leerlingen was je een tijd geleden alweer naar de Kranikse Bos geweest, volgens mij. Ja, zie ik heel veel vreugde en plezier en... Dat doet mij deugd, zeg maar, om dat zo te zien. Dat jij dat zo met die leerlingen aan het doen bent. Marv, jij hebt dat ook wel eens, hè? Dat je in de klas dat leuke dingen hebt. En ik doe dat tegenwoordig ook langzaam zeker iets meer. Dat ik dat gewoon op social media gooi. Maar ik er ook trots op ben. Ja, precies. Dit is onduurzaam in mijn leven. Ik wilde belachelijk maken in de dingen, hè? Ja, maar daar ben je trots op. Nee, dat vind ik gewoon leuk. Want dan weet ik dat de kinderen dat ook nog gaan checken. Weet toch, dat zijn leuke momenten. Ja. Nee, maar wel met die diploma-uitreiking hadden ze allemaal zo'n de toga aan, weet je. Dat vind ik dan leuk om een fotootje te posten en te doen. En als we ergens naartoe gaan of in de bus zitten of inderdaad een leuk momentje. En ook wel communiceren van wie wil op de foto en zo. Ja. Dat er wel de veiligheid uiteraard. En ik vind WhatsApp cool. Hè. Dat binnen ons protocol is dat we dat niet mogen doen. Anders had ik het ook al lang gedaan. Ah, okay. Snap je maar. Qua social media, de echte social media kanalen. Like Facebook, Twitter... Ik weet niet wie Twitter gebruikt eraan. Sorry, Instagram, TikTok. En dan ga ik niet met de kinderen communiceren. Ja. Ik heb wel eens over nagedacht om een apart account daarvoor te maken. Weet je wel, meneer Ilitch. Ja, daar heb ik ook heel vaak over nagedacht. Op een gegeven moment, maar dan moet je bijhouden. Juist. En dan wordt het ook een gimmick, hè? Tijd is een ding. Ja, ja. Ja. Nou, kijk, ik speelde ook een tijd met dit idee. Nog steeds wel stiekem. Ik kom heel veel oud-leerlingen tegen, omdat ik in de stad woon, toch? En... zoveel leuke verhalen hoor je, dat ik eigenlijk steeds een foto met hun of gewoon een foto van hun zou willen posten. Doen. Kijk, die heeft toen op 4 baas gezeten, die zit nu die eerste jaar HBO begonnen, weet je wel. Als hij of zij het goed vindt, gewoon doen. Ja, alleen ook weer, weet je, het tijd. Is super in de tijd. Ja. Weet je wel. Maar dat hebben wij in alle eerlijkheid, wij hebben natuurlijk die podcast voor klassen, zeg maar, de Instagram. Dat zorgt al heel veel tijd om daar te blijven posten en bij te houden. Precies. Dat maakt het al lastig. Maar dat zijn wel de mooie dingen, want ik heb... ik volg niet iedereen, maar ik volg alleen leerlingen terug nadat ze van school af zijn, zeg maar. En ben ook niet met iedereen, maar met een paar waar je toch een klik mee had, weet je. En ik ben dan ook nieuwsgierig hoe het gewoon met ze gaat. Ja, het is een heel makkelijk communicatiemiddel om elkaar even op te zoeken of een fotootje te bekijken of dat ze weer een diploma ergens anders hebben gehaald. Ja, dan maak je toch ook wel trots van, oh ja, weet je nog, toen was je toen naartoe en nu... Nee, maar als ik volg jou ook op Insta en waar we het vorige keer over hadden, zelf het goede voorbeeld geven. Ik denk dat als ik naar jouw foto's, filmpjes kijk, jij leeft het ook echt. Je bent gewoon heel goed met je kinderen bezig, allemaal leuke dingen aan het doen. Weet je wel, ik kan dat niet altijd, weet je wel. Het is ook iets persoonlijks natuurlijk, weet je wel. Afgelopen donderdag waren we even wat gaan drinken in de stad. Mm-hmm. We werden op een gegeven moment 8 cocktails of zo en toen liep ik over de binnenweg. Hey meneer! Oh nee! Zulke soort dingen ga je niet... weet je, is een foto van die avond post ik wel op mijn Insta. Van hey, ik ben met mijn maat op stap vandaag, weet je wel. Ja. Alleen, het is al snel een dunne lijn van, zat ik te drinken meneer? Ja, nou ja, ik merk dat ik dat moeilijk vind. Ja, ik snap het wel. Dat soort dingen, jullie volgen me ook erbij. Ik post dat soort dingen zelden als ik uitga. Of ik doe een soort van, noem je dat, boemerang. Ja, weet toch, maar ben ik zelf niet in beeld. Mm-hmm. Maar de enige dingen die ik post, denk ik, als ik heel eerlijk ben, jullie kunnen het beamen of tegenspreken, is heel veel van mijn dochter
sport en muziek. That's it. Ja. Ik ga geen, ik ga geen maatschappelijke vraagstukken of issues ga ik delen. Af en toe deel ik wat van leerlingen. Terug in de tijden heb ik de fout, ik weet niet of dat een fout is, had ik mijn fitnessproces bracht ik in beeld, dus ook fysiek doe ik niet meer. Weet je, gewoon puur omdat ik weet dat leerlingen me volgen en ik wil wel een soort van, voorbeeldfunctie, is dat het? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, denk ik. Wel een voorbeeldfunctie behouden. Ja. Maar aan de andere kant, je kan er ook voor kiezen om te zeggen, al die leerlingen accepteer ik niet en ik ga dat soort dingen gewoon wel posten. Ja. Maar dat zijn andere mensen die dat wel. Ja, en dan ga ik, en dan persoonlijk ga ik dan zitten in het ding waar ik meeste liefde voor heb. En dat is muziek en dan moet ik mijn ding privé gaan maken. En zo populair ben ik niet dat mensen me automatisch gaan volgen. Nou, dus dan, nee. Mag je morgen. Nee. Nee, dus, hou op. Anders heb ik hiphop die vier. Anders heb ik hiphop die vier. Nee, zo populair ben ik niet. Ja. Snap je? Dus ik moet wel een open profiel hebben. Ik wil een open profiel hebben. Oh, die manier. Ja, snap je? Ja. Ja. Ik heb hem dan gesloten en ik heb leerlingen volgen mij die, waar ik nu les aan geef, die volgen mij gewoon niet. Ze proberen het wel, maar die weiger ik. Ja. En ik volg alleen, ze mogen me toevoegen als ze een diploma hebben gehad, als ze niet met mij op school zitten. Dat is mijn, en ik heb dan geen TikTok of zo. Ik doe af en toe wel heel soms een dansje met ze, omdat ze dat leuk vinden, maar dat is dan op hun account of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus, heb je die ene dat ze een melding krijgen, je moet een foto nemen. En dan heel de klas, meneer, mogen alsjeblieft even. Die heb ik nog niet gehad, hè? Is die nog niet bij jullie? Ik heb wel laatst TikTok met ze opgenomen dat je niet mag lachen, toch? Dat je allemaal serieus moet gaan kijken en dan ga je ze achter elkaar zitten zo. En dan moet je omstubben een gek geluid maken, toch? Moet je schreeuwen of een gek dingetje. En wie dan lacht, die staat af, zeg maar. Dat waarderen ze dan, weet je. Dat zijn weer die leuke dingen. Hey, de laatste stelling. Passend onderwijs betekent ook soms speciaal onderwijs. Ik pas. Passend. Ik pas. Is een gewaagde, denk ik. Ja. Ja. Waarom denk je dat ik hem erin gooi? Ja. Niet boos worden, mensen. Maar nee. Ik denk het wel een stukje. Ik neig er ook aan, als ik eerlijk ben. Speciaal onderwijsscholen zijn gewoon bijna weg. Of tenminste, ze zijn echt verminderd, toch? Ja. De afgelopen jaren. En daardoor hebben wij veel meer rugzakjes in de klas. Ja. En daar moet je dan inderdaad passend mee omgaan. Mee omgaan en rapporteren. En dan merk je dat niet alle docenten daar even goed mee om kunnen gaan. Juist. En ik heb jarenlang op speciaal onderwijs gewerkt en dat is toch echt een andere tak van sport. Andere tak van sport en ook gewoon heel ander onderwijs. Ja. En daar wordt meer naar de individu gekeken. Waar is jouw beperking, maar waar ligt ook jouw kracht? Ja. Waar gaan we elkaar aan werken? En hier moeten ze mee. Met het geheel, hier ben je toch meer een nummer en daar ben je, klinkt een beetje stom, en daar ben je meer een persoon. Neem jij het mensen kwalijk dan? Ik ben zelf ook vaak zoekend hoor, van zo, dit is wel een speciaal geval, of echt de richting mezelf kijkend, weet je wel, van hoe ga ik hiermee om? Maar ik kan ook niet mensen blamen, weet je wel? Dat zijn niet opgeleid. Nee, maar dat doe ik ook nooit. Nee. Dat zou ik ook nooit doen. Ik vind dat juist de mensen die bepaald gedrag laten zien, dat vind ik juist het interessantste. Ja, maar dat vind ik. Daar heb ik vaak affiniteit, de klik mee. Ja. Omdat het gewoon ook puur uit interesse. Hoe komt het nou dat jij je eigen zo gedraagt, weet je? Precies. En dan, daar ga je niet meteen het begin mee het gesprek aan. Maar naarmate je elkaar leert kennen, ga je daar wel het gesprek met elkaar over. Ja. Dus vind ik wel. Ik ben er wel een beetje achter gekomen, ook zeg maar het differentiëren toch. Soms op het gebied van een sterke leerling, een zwakkere leerling, een bepaald vak laten helpen. Dat. Het klassenproces, de groepsbinding, ook kan bijdragen dat die ene of die twee die in jouw ogen het speciaal onderwijs leerling, kind in jouw klas is, dat die mede ook door de leerlingen daaromheen toch naar een ander niveau wordt getild. Ja, kom daaruit, want klopt. Dit wat jij af en toe laat zien is niet normaal. En dat zegt niet alleen meneer of een vrouw of dit of dat, maar... Alleen het is wel moeilijk. Je moet een bepaalde karakters in je klas hebben. Het moet kunnen en er moet ruimte zijn. En je kan het helpen creëren, zeg maar. Mm-hmm. Maar heeft ook veel tijd nodig. Weet je wel. Wil je uitleggen wat differentiëren is trouwens? Differentiëren, ik ben er niet zo'n fan van, maar het is. Je hebt verschillende niveaus in je klas, verschillende leerlingen ook die op een verschillende manier leren. De ene is een beelddenker, de andere is een doener.
Ja, daar moeten wij op inspringen, wat ons werk niet altijd even makkelijk maakt, vind ik. En ik vind het soms ook. Maar ja, je biedt de stof ook soms op andere manieren aan. Want je zegt, de een is visueel ingesteld. Dus dat verschilt. Ja. Maar soms vind ik het ook wel, zou de leerling daadwerkelijk beter af zijn op speciaal onderwijs? In sommige gevallen. Ja. Maar hoe komt het dan dat ze dan in het regulier onderwijs komen? Omdat ze zich gewoon gaan aanmelden. En wat je ziet is dat kinderen nu bijvoorbeeld op een speciaal onderwijsbasisschool zitten en zich gewoon bij een reguliere school aanmelden. Mm-hmm. En dan zoeken ze wel contact met elkaar. En nog wordt dan uiteindelijk een keuze gemaakt van oké, het is goed, we gaan het proberen, we gaan het doen. Ja. Nou ja, en dan als je eenmaal de leerling binnen hebt, ja, dan moet je er ook daadwerkelijk mee aan de slag. Ja. Dus daar zit wel, daar wringt de schoen af en toe wel eens. Ja. Maar voor sommigen die ik dan wel eens zie, op al die scholen waar ik dan gewerkt heb, zeg maar, ja, sommigen zijn daar gewoon iets beter af. Omdat het is gewoon duidelijkheid, het is structuur, het is één klas, een kleinere klas. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Dat soort dingetjes. Dat werkt gewoon voor sommigen heel fijn en heel prettig, waardoor ze zich ook wat fijner voelen. En bij ons is het toch van, bel gaat, hup, naar het volgende vak, meelopen. Ja, en voor sommigen is dat heel lastig. Maar, Ja, ik vind het wel, soms wel, is niet altijd, maar soms is passend onderwijs, betekent ook wel speciaal onderwijs. Ja. Maar, jij hebt nog niet gereageerd. Eens of oneens? Ik vind het, bro. Woe! Ja, ik vind dit lastig, man. Het is ook lastig. Nee, toch? En wat Dennis net ook goed zei, van, dat hij niet wil dat mensen boos gaan worden. Daarom pas ik hierbij. Hier, ja? Ik pas even bij deze stelling, want ik weet het echt niet. Snap je? En ik weet het echt niet. Want het zegt ook iets over keuzes die ouders maken voor een kind. Ja, dat ook. Maar even vooropstellend, we zitten hier niet om iemand belachelijk te maken. Nee. We zitten gewoon, we hebben een gesprek met elkaar. Je ziet gewoon, nou, de regering heeft ooit een keer een besluit genomen om te zeggen, hè, de scholen moeten passend onderwijs gaan doen, waardoor speciaal onderwijs wat kleiner gaat worden. Mm-hmm. Nou, en je ziet dat het uit ervaring ook gewoon, dat het soms lastig is dat je kinderen hebben die het echt wel proberen, maar die misschien daar op zo'n school beter af zouden zijn. Ja. Als je vraagt aan mij of door passend onderwijs werkdruk omhoog is gegaan, zeg ik keihard ja. Ja, dat maar dat zeggen ja. We alle drie. Ja. Dus, nee, dat. Mm-hmm. Jongens, de tijd gaat zo snel, hè. We zitten alweer bijna op een half uur. Oh jee. Dus Dan, het was weer een eer dat jij hier aanwezig was, als ik eerlijk ben. Nee, ik vind het altijd een eer om hier te zijn. Dus ja, nice man. Dankjewel. Morf, wil jij nog iets toevoegen aan deze podcast? Het was nummer 6 alweer, dus we gaan als een trein. Mm-hmm. Ik vond dit wel leuk, moet ik eerlijk zeggen, die stellingen met elkaar bespreken. Ja, ik vond het ook leuk. Binnenkort welke act is binnenkort in de NLP? West Side Gun volgende week. Volgende week West Side Gun? Ja. Welke dag? Ja, jij bent al te laat. Net als nieuwe kaartjes hebben. Die dingen niet, jongen. Ja, ik, daar kan je niet op slapen, man. Ja. Ik ben echt West Side Gun, groepie gek. Ja, moet je nagaan. Moet je nagaan. Ik serieus, jongen. Ja, zo'n groepie ben je ook weer niet, anders had je wel... Ja, maar ik ben te oud voor deze dingen, toch? Dus ik maak deze, krijg deze dingen niet mee. Je bent in de buurt van je leven, man. Ja, ik werd er ook geadopteerd door... Hallo, Hallo heeft een kaartje voor mij gekocht. Hey, maar grote. Wat dag is het? Ik, volgende week vrijdag. Je bent te laat. Ik ga ticketswap checken. Ticketswap inderdaad, ja, gaaf doen. Hey, het laatste woord is weer aan de gang. Jullie mogen even steen, papier, schaar. Wie gaat het laatste woord van jullie doen? En? Ik kon het net niet zien. Het was gelijk spel. Dat betekent dat jij het moet doen dan. Gelijk spel. Best of three was het. Best of three, ja. Steen, papier. Dennis, die voor jou? Blijkbaar. Blijkbaar. Dan ga ik proberen heel rustig die tune alvast in te starten. Houd het lekker kort. Ja, doe ik. En lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Marv. Thanks. Yo. Ja, toch? Ja. Dan, je bent een legend. Dankjewel. En het laatste woord is voor jou. Super bedankt voor de mooie woorden. Nee, ik wou het lekker bij een paar shout-outs houden dan. Marv, Ben, sowieso bedankt voor alles. Mijn school, Young Business School Rotterdam. Mijn klas, 4B. Alle vrienden, alle kennissen die dit luisteren. En... een dikke shout-out naar Sade, mijn dochter. Love, love, love. Sade.